Hey, luister eens, je loopt hier rond. Wat kom je hier zoeken? Ja, gewoon kijken wat ik leuk vind. En ja, gewoon kijken waar ik later een beetje in welke richting ik in wil. Maar welke richting wil je in? Ik denk iets in de techniek, of de sport. Ja, Iris van der Vinden. Iris, jij bent ook iemand die naast zich op zoek is naar een vervolgopleiding? Ja. En wat zoek je? Iets in de zorg. Voor het liefst verpleegkundigen. Maar je zit nu hier op het Commanderij College? Ja, op praktijkschool. Praktijkschool. Waarom voor verpleegkundigen? Je hoort toch zoveel in de media dat het een zwaar vak is. Ik zou iets anders gaan doen. Nou, ik heb altijd al iets in de zorg gewild. Want ja, ik vind het gewoon een mooi beroep. Ja. En vroeger toen ik klein was, vroeg ik ook een verpanddoos voor Sinterklaas. Hoeveel leerlingen zitten bij jullie in de klas die een beetje de zorg in willen? Niet heel veel, volgens mij 2 of 3 of zo. Juist, maar goed, jij gaat die opleiding afmaken. Lukt het een beetje, denk je? Ik hoop het. Ja, nou, daar gaan we voor, toch? Ja. Welk ziekenhuis wil je gaan werken? Of, Het Elkerliek ziekenhuis. Het Elkerliek in Helmond? Ja. Nou ja, succes in ieder geval, dankjewel. En kijk eventjes of dat er nog wat van je gading in ieder geval bij is. Ja. Nou, dat was Iris. En als ik dadelijk oud word, dan komt Iris mij bezorgen. Iris, die afspraak maken we. Hè? Als ik oud word, kan je mij bezorgen. Teun Vermeulen, als ik bij jou zeg Die Osmans Crazy Horses, dan zeg jij, dat ken ik helemaal niet. Nee. Nee. Teun Vermeulen komt uit Beek en Donk. Teun, jij zit op de praktijkschool, vertelde ze juist. Welke richting wil jij op? Ik wil het grondwerk in, de groenkant in. Dus dan heb jij eigenlijk aan de Helicon eigenlijk al genoeg? Ja, een beetje bouwmaten, ja. Bouwinfra. Maar wat is wel leuk, hè? Waarom het grondwerk? Wat is daar zo aantrekkelijk in? Ja, van kleins af aan ben ik mee opgegroeid in het grondwerk. Ja? Vader zit in het grondwerk? Ja, mijn vader, ja. En mijn zoon. En dan moet je, ja, broer. Juist, maar dan is het leuke. Grondwerk is eigenlijk een breed begrip, hè, als je dat gaat kijken, toch? Ja, je hebt heel veel kanten van het grondwerk en al. Je hebt sleufgraven, maar je hebt ook tuinaanleggen en al. En wat is jouw lievelingsvak dan? Is het toch dat tuin aanleggen of is het toch meer zeg maar, het gereed maken van het bouwrijp maken van wegen en tuinen? Ja, eigenlijk allebei wel, vind ik. Maar mooi. Ja? En dan op de kraan, op de loader? Op de kraan. Want dan moet je toch ook een speciale... Kan je die opleidingen gewoon overal volgen? Of hoe zit dat? Ja, dat weet ik niet zomaar. Maar heb je, volgens mij, ja, als je op school zit, dan leer je daarmee op te groeien. Dan. Ja, want moet je na deze periode nog hoeveel jaar eigenlijk door de opleiding volgen? Ja, ik zit hier nog 2 jaar op en dan kan ik gaan werken, maar ik kan ook nog naar een volgende school gaan. Ja, of je kan een BBL-opleiding doen bijvoorbeeld, hè? Dat je zegt van 1 dag of 2 dagen naar school doen en 3 dagen werken. Ja. Juist. Hebben jullie aan de etentafel, aan de keukentafel zitten wat dat je later wil gaan doen? Want wordt er thuis over gesproken? Ja. Ja? Over gesproken, ja. Niet altijd, maar ze praten er wel soms over. Wat wil jij later worden als je groot bent? Groot. Nog groter? Ja. Nee, maar even wat oud. Wat wil je welke kant van werk wil je op? Ik zou het nog niet weten. Is het zo, waar zit je op welke school als ik vraag mag? Het Commanderij College. Maar welke? Laarbeek. In Laarbeek? Ja. Ah, daar kun je de techniek op. Je kunt eigenlijk nog diverse zaken toch? Ja, de techniek en ga de ICT. ICT. Heb je iets met computers? Nee, nog niet echt, maar dat komt wel goed, denk ik. Maar ja, moet je nu toch een beetje gaan beslissen, want welk jaar zit je? 3e jaar. Het 3e jaar? Dus nog een 1,5 jaar. Dus Peter Bax heeft nog niet tegen je gezegd van jongen, kies nou eens eindelijk een richting en zorg dat je iets gaat doen. Wie is dat? Weet het wel. Jasper, ja. Welke school zit je? Op deze. Op deze? Ja. Wat is er zo leuk aan deze school? De PI-opleiding eigenlijk. De wat? Van PI het... Oké, ja, wat wil je gaan doen later? Autotechniek. Autotechniek. Oh, je wilt automonteur worden? Ja. Nou, dat is makkelijk, hè? Want dan hoef je maar een computer te pakken, je duwt er een stekkertje in en je weet wat hij doet. Hè? Tegenwoordig tijd is het een laptopje, je zet hem op de motor neer, kabeltje erin, in de motor, klaar. En dan moet je het wel nog maken, dan zie je het alleen. Jij bent? Miguel. Miguel, welke richting wil jij op? Elektro en zo. Elektro en zo. Je zit ook hier op het Commanderij College? Ja. Ja, elektro, dan moet ik denken aan verlichting aanleggen en dergelijke? Gewoon stroomkabels en aansluiten. Wat is daar nou zo leuk aan? Soms de uitdaging die je hebt en wat daar soms wel moeilijk is. Ja, maar hoe ben je dan? Want je bent niet op een ochtend wakker geworden en dacht van, ik wil elektromonteur worden. Nee, ja, omdat ik verschillende dingen heb gedaan en ik dacht van, ja, dat is wel het leukste. Van welke kant, kom eens even, dit is radio, van welke kant wil jij nou gaan doen? Meer de agrarische tak of meer wat je moeder doet? Nou, ik wou het eigenlijk gaan combineren. En hoe moet ik dat zien? Ja, 's ochtends de koeien melken en daarna naar het restaurant. Dus begrijp ik dat goed? Dan ga je die koeien melken. Ja. En dan die melk, die gebruik je dan in het restaurant voor de pannenkoeken en andere zaken. En een cappuccino. En een cappuccino, dat is wel belangrijk. Je zit hier op school? Nee. Nee? Nee. Waar dan? In Beek en Onk. Ja, dat is toch dezelfde school? Of is dat niet het Commanderij College? Ja, toch? Ja. Maar kun je daar bij het Commanderij College in Laarbeek verder? Kun je naar hetgeen wat je wilt? Ja. Ja? Ja. Dan hoef je niet verder, als je 16 bent, dan kun je zeggen van pap, mam, ik neem het over, ik ben er helemaal klaar voor. Maar je moet wel een vervolgopleiding in.